Iets niet kunnen is niet hetzelfde als iets niet willen. Welkom, mijn naam is Jack Scheers en ik hoor regelmatig, ja dat kan ik niet. Nee, dat lukt niet. Nee, dat kan ik niet. Nee, dat lukt gewoon echt niet. Maar heel vaak denken mensen dat ze iets niet kunnen, terwijl ze het eigenlijk gewoon niet willen. En het moment dat je niet het onderscheid kunt maken tussen dingen niet kunnen en niet willen, dan ligt er een gigantische weg vol frustratie voor je op de loer. Want er zijn uiteindelijk dingen die we gewoon niet kunnen. Dus je kan niet een half uur je adem inhouden of vliegen. Een mens kan niet vliegen en dan kan je denken, ja, wel met een vliegtuig, ja, no shit Sherlock. Maar als ik uit een vliegtuig spring zonder parachute, val ik gewoon te pletter. Dus dat kan niet. Dus mijn advies, doe dat ook vooral niet. Maar er zijn ook andere zaken die voor mensen verschijnen als, ja, dat kan ik niet. Bijvoorbeeld als ze een oefening moeten doen hier in de gym. Zeggen ze, ja, nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet optillen. Of nee, die beweging, dat kan ik niet maken. Of in business, als ik zeg van oké, nou, dit is dan de investering om met mij samen te werken. Ja, nee, dat heb ik niet en dat kan ik ook niet bij elkaar krijgen. Uiteindelijk, de context maakt niet uit. Heel vaak is het verschil met het niet willen dat er een stukje oncomfortabelheid in zit. Dat het de mens uitdaagt om te groeien en te veranderen. Maar ik wil je graag het volgende voorbeeld geven om voor jezelf eens onderscheid te gaan maken of je daadwerkelijk iets niet kunt of dat je iets niet wilt. Want stel je nou voor, hè, laten we het voorbeeld gebruiken van burpees. Everybody hates burpees. Maar als ik tegen jou zeg, oké, jij moet 100 burpees doen. En daarvoor heb je, wat is het, 10 minuten de tijd. Ik zeg maar wat. Velen zullen zeggen, ja nee, dat kan ik niet. En dan zeg ik, oké, en stel nou hè, dat ik 5 miljoen euro naar jou overmaak, het moment, als jij die 100 burpees binnen die 10 minuten haalt. Of misschien, als we ietsje radicaler gaan, het moment dat jij niet die 100 burpees in die 10 minuten volbrengt, zie je dit geweer? Ik zet hem tegen je hoofd aan en ik haal de trekker over. Denk je dan dat de mensen op dat moment bereid zijn om een tandje harder te gaan? Om dat verhaal van ik kan het niet aan de kant te zetten? Waarschijnlijk. Het zou zomaar kunnen, want er staat namelijk letterlijk iets op het spel. En het moment dat je dit over een bepaalde situatie legt, maak het extreem met een geweer of een gigantisch groot geldbedrag, kijk dan eens of je bereid bent om het werk te doen en om je angsten aan de kant te zetten. Kan niet is dood en ik wil niet ligt ernaast, zei mijn moeder altijd. En uiteindelijk, je wil gaan kijken van, ben ik bereid om het werk te doen? Nee, nu niet. Waarom niet? Ja, hey, of wat er op het spel staat is niet groot genoeg, of datgene wat het me gaat opleveren is niet groot genoeg. Dus daar wil je naar gaan kijken. Maar je wilt het niet door elkaar halen. Dus mijn advies vanaf nu, elke keer als je jezelf hoort zeggen, ja, kan ik niet, of je hoort jezelf denken, ik kan het niet, stel jezelf de vraag, kan ik dit echt niet, of ben ik niet bereid om het werk te doen? Ik hoor graag je feedback. Tot de volgende.